En hier zijn ze. Bijna nog eerder deze drone kopen en dan niet een paard. Ik ben niet echt fan van de rest eigenlijk. Ik verwacht nu wel iets heel leuks. We worden nu achterna gezeten door Galloper. Hallo allemaal, wat leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe Star Stable video. En in deze video gaan we weer de nieuwe Halloween update bekijken. Er zijn ook twee nieuwe magische Halloween paarden. Dus heb jij er nou zin in, doe dan vast zeker een duimpje omhoog. Maar eerst is het natuurlijk weer tijd voor de reactie van de week. En dit keer gaat hij naar Cloudy SSO Horses. Hey Lianne, echt een top video en ik heb hem helemaal afgekeken. En dankjewel voor te zeggen waar je die dingen voor de gratis diertjes vindt. Doei! Heel erg bedankt voor je reactie. In de vorige video heb ik inderdaad besproken hoe je 4 gratis Halloween huisdieren kan krijgen. Dus heb je die nog niet gezien, ga die zeker even kijken. En wil jij nou ook kans maken om genoemd te worden in de volgende video? Blijf deze video dan zeker kijken, want ergens in deze video geef ik jullie een emoji. En als je die emoji in je reactie zet onder deze video, maak jij kans om genoemd te worden in de volgende video. Laten we nu snel gaan beginnen. Laten we snel naar het portaal gaan, naar het bolwerk. Want ik ben echt heel erg benieuwd hoe die nieuwe paarden eruit gaan zien in het spel. Daar zijn we dan. Oké, laten we er heel erg snel heen gaan. Ik heb natuurlijk wel al spoilers gezien van deze paarden. Oeh, en ik zie ze hier al lopen. Sommige mensen hebben ze al gekocht. Oké. Nou, ik heb dus al spoilers gezien van deze paarden. Maar ja, ik ben wel heel erg benieuwd altijd hoe ze er dan in het spel echt uit gaan zien. En hier zijn ze. Daar zijn de paarden. Het is dus een soort robotpaard van Darkcore. En het is een draaimolenpaard die dus tot leven zijn gekomen. Laten we eerst naar dit robotpaard kijken. Hij heet Bolt en hij is 900 starcoins. Nou, ik vind het wel heel erg gaaf hoe ze dit zo hebben gedaan met al die buizen. En hij heeft hier ook een antenne. Die staart met al die draden is wel heel erg gaaf gedaan hoor. Ik ben ook wel heel erg benieuwd naar de normale vachtkleur. Oh, die is ook wel heel erg gaaf. Hij is dus gebaseerd op de Mustang. Ik vind hem wel heel erg mooi gemaakt. Ja, ik vind hem wel heel gaaf. Laten we naar het volgende paard gaan kijken. Calliope. Deze is ook 900 starcoins. En dit is dus zo'n draaimolenpaard. De normale vachtkleur, dat is deze. Dit is ook weer op een Mustang. Ik vind het heel erg grappig dat ze ook echt zo die stok hier zo door omheen hebben laten lopen. Net zoals een echt draaimolenpaard. En nu die handvaten ook. Dat is wel echt heel grappig gedaan. Heel erg leuk. Ook 900 starcoins, volgens mij had ik dat al gezegd. Ik weet alleen nog niet zeker of ik er eentje wil kopen. Of ik ze zo leuk vind dat ik er ook echt eentje wil hebben. Dus ik ga nog heel even nadenken. Maar ik wil ook nog eventjes hier kijken, want er zit ook nog een bijpassend huisdiertje bij. En dat is deze drone. En die vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Ik vind nog steeds 350 starcoins moet je ervoor betalen. Vind ik wel heel erg duur. Maar het idee van een drone zo, dat je die bij je kan hebben, vind ik wel echt heel erg leuk. En ik zou bijna nog eerder deze drone kopen en dan niet een paard, want ik vind hem wel heel grappig. Maar ik vind hem ook wel heel erg duur, dus ik weet het niet. Volgend jaar zijn deze paarden ook nog te krijgen met Halloween. Dus als je ze dit jaar niet wil kopen of je hebt niet genoeg starcoins, dan kan je altijd nog volgend jaar weer terugkomen. Laten we even kijken hier zo bij de winkeltjes. Ik denk dat het in dit winkeltje is, want er zijn ook weer nieuwe kledingitems. En ja, hier zijn ze. Dit masker is wel heel grappig. Dat ziet er best wel eng uit. Zo'n draaimolenmasker. Je hebt dus hier zo'n nieuwe setjes en die passen dan bij de nieuwe paarden. Dit is natuurlijk het setje voor het draaimolenpaard. Heel erg grappig. Ik vind het altijd alleen jammer dat Star Stable heel vaak van die jurken uitbrengt. Want ik vind dat zelf eigenlijk niet zo heel erg leuk. Ik draag echt nooit een jurk op Star Stable. Ik had liever gewoon een leuk shirtje met een broek gewild. Maar goed, maakt niet uit. En dit is het setje voor het robotpaard. Het Darkcore robotpaard. Even kijken welke kleding daarbij hoort. Oh, dit jasje en deze broek. Oké. Ik vind, het enige wat ik eigenlijk wel nog gaaf vind aan deze set is dit dekje. Deze vind ik wel heel erg mooi. Maar dat is hem denk ik ook wel een beetje. Ik ben niet echt fan van de rest eigenlijk. Nee, eigenlijk niet. Ja, kan ook gebeuren. Ik kan ook niet alles leuk vinden. Ja, ik weet dus echt nog niet zeker of ik dat paard wil kopen. Want ik wil ook weer niet spijt krijgen als ik hem koop dadelijk. En dan doe ik er niks meer mee, want ik ga er niet meer op rijden. Dat vind ik ook een beetje zonde. Dus ja, ik ga er even over nadenken. Maar laat zeker in de reacties hieronder weten. Oh, ik wil gaan zoeken naar ingrediënten, maar ik heb alles al. Laat zeker in de reacties hieronder weten of jij een van de nieuwe paarden gaat kopen. En zo ja, welke? Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. En wie weet ga ik er ook nog wel een kopen. Ik ga ondertussen gelijk eventjes deze missie bij de ketel doen. Want ik wil nog steeds die hele set krijgen. Oké, laten we er wat in gaan gooien. Wat zullen we erin doen? Ik wil ook wel weer een beetje, zal ik zielscherven erin gooien? En misschien hebben we dan wel meer kans op een leuke beloning. Dan doen we die en dan doen we die. Ja, dat zijn wel moeilijke items om te vinden. Dus ik verwacht nu wel iets heel leuks. Daar gaan we. Ik ben benieuwd. Wat krijgen we?
En wat is het? Ah, serieus? Gewoon dit? Nou, dat vind ik niet leuk. Nee, dat vind ik helemaal niet leuk. Oké, nou, dat laat maar. Ik heb ondertussen wel ook 50 herfstmunten. Dus misschien dat we vast wat kunnen omruilen voor iets leuks uit, ja, bij deze pompoen. Wat zou ik willen? Even kijken. Ja, ik weet nog dat ik deze heel graag nog wilde van vorig jaar. Vind ik iets van de nieuwe set leuk? Ja, eigenlijk... niet. Eigenlijk niet. Misschien dit zwarte dekje, die vind ik wel leuk. Ja, deze vind ik wel leuk. Ik denk dat ik deze doe. Ja, ik ga deze halen en dan denk ik dat ik gewoon deze en dat bijpassende dekje gewoon haal. Want ik wilde die zo graag vorig jaar en dat was dus niet gelukt. Is er nog iets leuks? Ja, weet ik eigenlijk niet. Nee, ik denk dat ik hem even zo hou. Ik heb ook nog maar 3 herfstmunten over, dus ik had niet eens wat kunnen kopen. Maar er is nog iets nieuws deze update. Er is namelijk weer zo'n, hoe noemden ze dat nou ook alweer? Ik weet het eigenlijk niet. Maar je moet naar dit spookje gaan, hier zo, hoe heet die? De gekwelde geest en daar kan je een, Galloperschok, zo heette het. Voor 3 zielscherven kan je dus een soort missie aangaan. Als je die accepteert, dan moet je dus uit het bolwerk en dan kan je dus... Oh, ik ga naar het verkeerde eiland, dat is niet het goede eiland. Dan moet je dus uit het bolwerk en dan ben je in Jorvik en dan kan gewoon op een willekeurig moment 15 minuten maximaal nadat je de missie hebt geaccepteerd dat Galloper achter jou aankomt. Wat je dus gewoon moet doen is je moet gewoon rondlopen in Jorvik, gewoon een beetje je ding doen en dan kan dus opeens gebeuren dat Galloper achter je aankomt en dan moet je dus van hem ontsnappen. En als dat is gelukt, je moet volgens mij gewoon, hoe lang zou het duren? Weet ik niet. Niet heel erg lang. Je moet gewoon zorgen dat hij je niet pakt. Gewoon wegrennen totdat de missie klaar is. En dan krijg je volgens mij, als ik het goed herinner, krijg je dan zielscherven. Dus we moeten nu gewoon eventjes wachten totdat de missie geactiveerd wordt. En ik zie daar zo in de verte zo'n tornado. Dus ik denk dat ik daar even heen ga. Ik hoop dat hij niet heel ver weg is. Ik denk dat hij wel redelijk ver weg is. Maar ik heb toch tijd zat. Ik moet wachten totdat de missie wordt geactiveerd. Dus we gaan er gewoon heen. Ik heb nog steeds mijn hele mooie Halloween outfit aan. Volgens mij vroeg iemand waar ik dit dekje vandaan had, maar ik weet niet zeker of het dit dekje was. Dressuur, shabak, sterrenstof. Dus had ik die niet gewoon uit de totaalwinkel gehaald? Ik weet eigenlijk niet of ik deze van de missie heb gekregen of dat die gewoon in de totaalwinkel is. Ik denk dat die wel in de totaalwinkel te vinden is, maar weet het niet helemaal zeker. Van sommige dingen weet ik dat gewoon niet meer. Dan weet ik niet of ik hem nou met de missie heb gekregen of niet. Dus, maar anders dan moet hij sowieso in de totaalwinkel te vinden zijn. En als dat dus niet zo het geval is, dan heb ik hem met een missie gekregen. Oké, we gaan beginnen. Waar is die? Komt die niet van voren naar mij toe? Oh, hij loopt achter me. Oké, daar. Nu moeten we dus gewoon wegrennen totdat de missie is gestopt. Ik was echt bijna bij die tornado. Die was ergens bij Mistval. Maar goed, laat die tornado maar zitten, want we worden nu achterna gezeten door Galloper. Oh jee. Is het nu al afgelopen? Oh nee, hij gaat gewoon nog door. Kijk hem achter ons aanrennen. Oké, misschien moeten we beter gewoon voor ons blijven kijken. We gaan gewoon hierheen. Oh, hij is best wel snel. Kom paard, loop door, want hij gaat ons inhalen. Dadelijk worden we gepakt en dan is het niet gelukt. Oh ja, het is gelukt. We krijgen 100 paarden XP en 6 zielscherven. En hij is weg. Dat was hem. Dat was de missie Galloperschok. En dat was hem weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Dus zeker een duimpje omhoog en abonneer hier beneden als je dat nog niet hebt gedaan. We zijn bijna bij de 22.000 abonnees. En niet normaal. En dan zie ik je weer bij de volgende video. Doei doei!